Hoi, super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video en ik ben weer met... Shillabilly! Yay! En wij gaan vandaag een storytime doen. Dat is iets wat we heel lang wilden gaan doen. We hebben daarbij een kopje thee. Ik heb een blond Amsterdam theemokje en deze van de Hema. Echt super leuk. Heel cute. En wij gaan dus een storytime doen. Waar gaan wij het over hebben, Rochelle? Ondertussen ga ik sowieso een lekkere sea salt karamel chocolade binnen vreten. Roos wil niet, dus ik had hem meegenomen. Nou, misschien één stuk, ja. Oké. Okay. Nou, hij zit in hier. Hij is van de Action. Hij is echt heel erg lekker. Nou, maar waar gaan we het over hebben, Roos? We gaan het hebben eigenlijk over een hele enge periode in ons puberleven. Mm-hmm. En laten we het zo stellen dat wat wij hebben gedaan, dat we dat nooit meer willen doen. Mm-hmm. En het komt eigenlijk neer op, we werden zeg maar bespioneerd door geesten. Ja, daar komt eigenlijk op neer en daar lag ik er wel bij, want dat het was toen echt zo freaky. Zo eng. Zo eng. En dat was dus in de tijd, kijk, wij zijn natuurlijk in de 20 en ik ben 25 en dat betekent dat dat al echt iets van 10 jaar geleden is. Nee, iets korter, want het was op, jawel, het was wel het college, toen begonnen we daar al mee. In dat tussen, waar we computerles hadden. Ja, daar begonnen we, maar ik was daar nog niet heel erg bij betrokken, want toen ging nog niet echt met jullie om. Maar, toen zaten we op een leeftijd van? Ik was 15, toen klaar was met 15, 16, 15, nou zeg dat we 15, 14 waren dan ongeveer. Ja, zoiets. Zoiets. Hoe ik het nog ervaar, dat is dat ik allemaal op YouTube, toen was YouTube echt soort net Google en YouTube en dat was soort allemaal net in. En op een gegeven moment was het gewoon zo van, oké, we gaan echt allerlei soorten ghost foto's opzoeken, dat de foto's die niet kloppen. Oh my god, ik weet het weer van Bloody Mary en zo. Oh mijn god, ik weet het alweer. Ik zou eerst denken van wanneer was het nou? Maar ik zat weer elkaar aan de klas. Oh, ik weet het weer. Ze krijgen gelijk weer een totaal hartklopping. Maar het is echt zo. Wij gingen dus filmpjes opzoeken hoe je Bloody Mary kon oproepen. En dat was dan inderdaad met kaarsen bij je wastafel. En dan moest je drie keer Bloody Mary zeggen. Nee, doen. Niet herhalen. Ik heb nou al drie keer gezegd dat ik geen kaarsen. Dus op een gegeven moment was het zo, zeg maar... ik zag het op, maar ik deed er niks mee. Ik ging ook geen glaasje draaien of dat soort dingen. Want dat vond ik allemaal soort... Ik ben zelf een christelijk, dus ik heb zoiets dat hoef ik niet te doen. Nee. Maar ik vond het wel soort scary, die spannend filmpjes van die schommel. Weet je nog dat die schommel ziet? Ja, ik weet het. We zaten natuurlijk met z'n allen, toen hadden we bibliotheek, hoe heet dat nou? Mediatheek zaten we toen. Mediatheek, ja. Ja, en ik ging nog niet heel erg met jullie om, toch? Maar we zaten wel met elkaar in de klas en toen iedereen deed het in de klas. En ik heb het gewoon soort van verdrongen of zo, weet ik veel. Ja, maar nu is het weer ook net. Ja, dan weet ik het weer. En ik zat toen met Simone, ging toen heel erg om en met Deborah. En die deed het ook en ik zat ook meer met hun, maar ik zag Rochelle en haar vrienden, dat waren een beetje populaire mensen. En die gingen allemaal opzoeken en zo, toen ging ik er ook bij staan. En toen moest je drie keer Bloody Mary zeggen en zo. En dan de spiegel en een rondje draaien. En oh my god, dat was ook mijn paranormal activity in die tijd, weet je dat nog? En daardoor ging iedereen dan opzoeken en zo. En dat was ook met die, dat kan ik me ook nog goed herinneren, zo'n geestenschommel in Amerika. Die schommel die gaat vanzelf. Eén schommel van de vijf schommels gaat daar vanzelf heel veel door. Mensen lopen eromheen, dus er zit geen draadje of duitje, mensen liggen eromheen. Nee, weet ik. Blijf doorgaan. Stoppen ze ook. Bizar. Echt creepy. Maar, dus ook, er was toen zo'n film. Wat was dat ook alweer, joh? Dat was volgens mij net serieus? Dat heeft me altijd bijgebleven, Insidious. Nee, ik weet niet. Een andere was dat of zo. Dat was met een vrouwtje, die ging dan allemaal naar boven, allemaal op soort zo'n zolder met allemaal spiegels. En toen kwam zij in een heel oud lichaam te zitten. Diegene die was soort zo'n gedaanteverwisselaar. Insidious? Nee, dat is niet Insidious, want dat was toen nog helemaal niet. Insidious was toen nog helemaal niet toen we 14 waren. Oh. Dus dat was een andere film, denk ik. Maar dat waren allemaal zulke dingen. En toen had ik ook op een gegeven moment had iemand zo'n Muji-bord, of hoe heet het, zo'n bord met die letters. Ja, oh, dat was altijd echt zo'n groep. En opeens, was ik daarbij niet, hoor? Ik weet het niet. Op een gegeven moment gingen zij dus zo met die pijl, zeg maar, dat die woorden zeg maar zelf gaat aanwijzen. Nee, ik was daarbij en toen ging ik weg, want ik hou daar niet van. Ik geloof daarin. Ik ben er echt heilig van overtuigd. Dus, ik moest weg daar. Op een gegeven moment, heel dat letterbord, zeg maar, het was in een rondje. En op een gegeven moment ging heel dat letterbord ging weg. Nou, gillen jongen. Maar echt, serieus. Echt, als jij je daarmee gaat bezighouden. Het is niet echt doen. Dat deze video een push is om het te gaan opzoeken of te doen. Echt niet doen. Niet doen, nee. Want toen we er eenmaal echt mee bezig waren, heb jij dingen gezien en heb ik dingen gezien. Nou, ik, maar ja, moet ik het uitleggen. Maar gezien is een groot woord, maar...
Ik was vroeger daar best wel erg mee bezig met dat occulte gedoe en zo. Ik vond het super interessant. En het was een keertje, nou dat was niet zomaar een keer, het was zo dat een keertje al mijn boeken aan mijn kast vielen en mijn lamp ging aan en uit. Ik zag mensen door het beeld heen lopen van de televisie. Ik ga niet verder op in waarom en hoe en wat, want ja, het was best wel freaky en heftig. En toen ben ik ook naar de kerk ervoor gegaan. Toen is het voor mij gebeden. Sindsdien, als ik het niet opzoek, heb ik nergens last van. Hm. Bij mij in de familie zit het wel. Hoe zeg je dat? Zesde zintuig. Hm. Dat paranormal activity shit. Ik weet wat het is. Ik ben christelijk, maar ik weet wel van als jij je daarmee gaat bezighouden, kan jij echt wel zeg maar een soort, dan speelt zeg maar, wij zien het dan als een duivel zeg maar die gaat wel een soort met je gedachtegang en alles gaat die echt spelen. Dus je gaat ook echt dingen zien en voelen en horen. Maar bij mij was het toen had ik net mijn eerste iPodje gekregen. Ja. En daar zat altijd mijn oordopje standaard in en die wikkelde ik om dat ding heen. Lag op mijn bureau. En elke middernacht om 2:30 werd ik wakker en dan dacht ik, ik hoor weer iets. En altijd liep ik dan naar mijn bureau toe en toen was gewoon mijn iPod aan. Oh, en maar dat is nog niet zo heel lang geleden. Dat was op het Da Vinci College. Dat was toen op het Da Vinci. Ja, want dat weet ik nog. En mijn laptop. Toen was ik gewoon overdag, hè, het was nog niet eens 's avonds. Haak ik mijn laptop aan, haak ik een muziekje. Was mijn kamer toen ook al aan het poetsen. Gewoon aan het poetsen en aan het doen en mijn raam stond open. Mijn laptop had ik dan op mijn matras staan en dan was ik met de rest van mijn kamer bezig. Dus op een gegeven moment had ik muziek aan en die ging opeens keihard. En ik keek naar mijn bed en ik kijk naar mijn laptop en ik zie dat ding zo gaan. Creepy. En ik loop er naartoe en hij gaat weer zacht. Ja, ik denk echt, tien deuren. En toen had ik dat dus. En het was allemaal, er werd gespeeld met mijn apparatuur. Dus niet mijn lampen. Ik heb niet iets gehad van lampen aan en uit, maar wel mijn iPod en mijn laptop. Oh my god. En toen dacht ik echt, Rachel, je moet hier echt mee kappen. Je moet het niet meer gaan opzoeken. Je moet niet meer naar gaan kijken. Klaar. En vanaf die was het ook gelijk. Maar ik ben er wel echt wel van overtuigd dat het wel meer is dan alleen maar deze wereld. Dat moet wel. Maar ik vraag me dan af, omdat het natuurlijk hele slechte dingen zijn zeg maar, die je opzoekt. Zou dan iemand van je familie of zo die overleden zou zijn of zo, jou dan een waarschuwing willen geven dat je er niet in doorgaat of zo? Ik weet het niet. Want het zijn bij mij niet dingen die gingen vallen of iets. Het was gewoon puur alleen mijn muziek. Harder, zachter of mijn iPod die midden in de nacht telkens hetzelfde tijdstip aanging. Het is gewoon echt super creepy als je erover nadenkt en gaat praten als je weet dat we dit allemaal gedaan hebben, toch? Wij gingen echt van de bizarste dingen, maar vooral die spookfoto's met dat rode kringetje altijd op mijn gezicht heen. Dat iemand dan al lang dood was. Oh my god. Die foto's die zag ik toen ook al top. En toen dacht ik, oké, er stond een heel verhaal van die vrouw die was al 10 jaar dood. En opeens staat ze daar op zo'n groepfoto ertussen of zo. Maar dat zijn echt super al die foto's. Dan denk ik, hoe kan iemand dat nu nog bewerken? Tuurlijk, het moet wel kunnen, maar weet je wat? Ik geloof er echt wel dat er een vorm van waarheid in zit. Je ziet dat heel vaak ook, ik zie wel eens op Facebook toch van die foto's van, stond er eerst zeg maar een groep meiden. Heb je dat was laatst op Facebook, was een groep meiden die waren bij meer als een foto gemaakt. En toen ze nog een keer een foto gingen maken, stond opeens een klein jongetje, zat achter de boomstam. En er was helemaal geen klein jongetje op dat moment, maar het was wel zo dat een jongetje met zijn gezin daar woonde en het jongetje heeft geslapen gewandeld in zijn slaap, was logisch, ze wandelde in zijn slaap. En hij is naar het meer gelopen en is gedronken en het was precies dat jongetje wat je op de foto zag. Maar dan vraag ik me af, is het dan echt dat jochie op de foto of is dat toch een geïngebewerkt? Ja, kijk, mensen kunnen natuurlijk altijd wat spannender ervan maken zodat het firewall gaat tegenwoordig. Ja. Dus ik weet het ook niet. Ik wil er niet in geloven, want als ik gewoon alleen al over dit praat, dan denk ik al van, oh nee, dit voelt leuk idee, zo'n video. Ja, dit voelt echt niet goed. Nee. Maar gelijk soort, schulden, een soort van belemmer. Ja, gewoon echt, dat ik denk, nee. Maar er is echt wel meer dan dat er. Maar echt, ik heb ook wel super veel verhalen gehoord over haunted huizen, weet je wel, die gewoon bezeten zijn. En dan gaat, zoals met Paranormal Activity toch, het huis is gewoon bezeten. Het is echt zo. Ik ben er echt heilig van overtuigd dat het gewoon echt zo gebeurd is. Nou ja, Paranormal Activity vond ik toen ook echt walgelijk om te kijken. Ik wilde echt de bioscoop uitrennen. En ik heb toen ook die Unborn gekeken. Die Unborn of zo. Dat was dat meisje of die vrouw was zwanger. Uit het niets of zo. En dat wilde er eerder uitkomen. En toen kwam zo'n man de trap oplopen. En die liep zeg maar soort in een bruggetje. Alleen zijn hoofd omgedraaid. Zo. Nee. Dat soort dingen allemaal. Ik dacht maar daar hou ik niet van. Want dat is duivels. Dat is duivels. Oh. Hoe heet ze nou ook weer? Hoe heet die hele bekende film nou met een kleine meisje? Die is al jaren oud. The Grudge? Nee, zij was bezeten. The Ring?
Nee. Oh, jij bedoelt dat hoofd gaat draaien? Ja, dat ze in bed ligt. Dat de maar dat is dus echt gebeurd. Dat is echt gebeurd, hè? Oh, ik krijg er helemaal kippenvel van. Ik hou er echt niet van. Mijn moeder heeft die zelfs gekeken. Mijn moeder had echt niet van enge films. Ik heb ook gezien. Ik heb er jarenlang nachtmerries van gehad. Ik vond het zo erg. Die, Nee. Het was in een bed en zij werd al vastgebonden en dan kwam er een priester. En toen ging die geest praten als in de vorm van duivel. Nou, en toen schreef ik hem. Toen ben ik echt... Ik heb die wel gekeken, maar gewoon zoek alleen... Zoek hem op, hoe heet die? Ik weet het niet. Mijn moeder heeft het toen ook nog eens een keer erover gehad. Oké, we gaan het even opzoeken, want ik moet het nou echt weten. Hoe ga ik dat zeggen? Bekende horrorfilm? Waar gebeurt? Het is niet de Grudge, maar... Nee. Hoe heet die nou, joh? Gebeurde... geesten... Het is ook van bezeten in het Engels, toch? Bezist de... Nee. Position. Die hebben we toen ook een keer gezien. Dat was toen ook zo wel gefilmd. Het is niet die jij bedoelt, maar oh, de position. Hoe heet het nou, joh? Waar zoek jij ook even mee? Want van Scary Movie, daarin hebben ze hem ook verwerkt. Ja? Ja. Maar gaat ze spugen. Dan gaat die priester op haar weer spugen en dan andersom. Nee, ze elkaar onder te spugen. Hoe heet het nou, joh? Oh, mama. Gadverdat. Vond je toen ook zo'n... Lekker chocolade. Ja, het is echt lekker, hè? Ik had deze vorige ook al een keer meegenomen. In die tijd. De Exorcist! Ah! De Bam. Exorcist! Dat was daar, heb ik echt letterlijk nog een beetje van. Ja. Want ik vond die film vond ik echt dood en dood bij. Ja. Dat was echt een creepy film. Maar dat zijn dingen, als je daarmee gaat bezighouden en je gaat rare dingen zien en horen. Dan weet je dat ik de lul ben. Kap er dan maar mee, want dat komt echt niet goed. Je wordt er echt in ingezogen gewoon. Ja. Want je wilde ergens mee stoppen. Maar aan de andere kant ga je ook slotelijk toch weer... Je hoeft maar iets te zien en je gaat gelijk weer dingen opzoeken. Je gaat ook bij nadenken, dat moet je nooit doen. Ik heb toen eens een keer via mijn moeder gehoord. Die meisjes hadden ook soort zo'n flesje draaien iets gedaan. Zo'n spel, zo'n bordspel. Mm-hmm. En daarvan is een kast op dat meisje gevallen. Die is zwaar gewond in het ziekenhuis terechtgekomen. Dus toen heeft mijn moeder dat die tijd toen verteld. En toen dacht ik van oké, ik ga dat sowieso, dat spel ga ik sowieso nooit doen. Nee. Want ik geloof echt wel dat sommige geesten die er zijn, dat die echt wel soort met elektriciteit in iets kunnen spelen. De tv aan en uit. We zijn gewoon wel dichter bij de wereld, lijkt het wel. Ja. Je hebt gewoon, ik denk, dat is gewoon echt een theorie van mij, is dat het wereld na... Het leven is opgedeeld in een aantal muren. En dan heb je de hemel en de hel. Maar je hebt ook mensen in het vaagvuur zitten. Eén die dichter bij de aarde staat dan een andere geest. Rood. Ja. Nee, maar het is sowieso... Hou je er niet mee bezig. Maar dat is wel een storytime voor ons. Want het is echt wel... Toen was echt wel vaag shit toen die tijd. Ja. Maar nou zijn we wat ouder, wat volwassener. Echt wel wat wijzer. Nee, we zijn leuk opgedoogd. Ja. Wijzer dat we zijn wel best wel goed opgedoogd. Ja, toch? Ja. Nou, dit was alweer deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. En ik waarschuw jullie. Hebben jullie ook zoiets meegemaakt? Hebben jullie ook zoiets meegemaakt? Laat even weten hier onder de comments. De Shadow kanaal zal ik even linken hieronder. En haar game kanaal. Dat moet je echt gaan checken. Echt superleuk. En dan ben ik heel bedankt voor het kijken. Duimpjes omhoog. Zou ik heel erg leuk vinden. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei! Doei.